Rins, ben je bijgekomen van die bizarre ontknoping van afgelopen weekend? Nou, vandaag was voor het eerst eerlijk gezegd echt helemaal. We waren 2 dagen vrij. Dan neem je het een beetje mee. Dus dan gisteren weer begonnen. Ja, dan doe je nog even de bespreking, de naamspreking. Gezeten met de aanvallers, met de verdedigers. Dan is iedereen daar nog een beetje nukkig van natuurlijk. En vandaag was er weer goede energie op training en de kwaliteit ook, moet ik zeggen. Dus gelukkig is die weg. Ja, want hoe moeilijk is het om in dit soort klappen te verwerken? Ja, hij is wel moeilijk, omdat deze. Je hebt dan net het gevoel van hey, we hebben het voor elkaar. Heeft wel bovenaan de periode, staan 3-0 voor. En dan denk je niks aan de hand. En dan uit niks komt hij dan zomaar weer over de ploeg heen vallen. Ja, en dan voelt het natuurlijk als een dikke nederlaag terwijl je 4-4 speelt. Maar dan voelt het echt als een nederlaag met z'n allen. En dat zijn wel mentale dreunen. Ja, dan ben je daar als trainer voor om weer. De boel weer ook positief te benaderen. Ook in mijn vormen daar weer wat rekening houden om weer de juiste beleving in scherpte te krijgen. Nou, dat is gelukkig vandaag. En daarover hebben we natuurlijk met elkaar. Dat is altijd goed. Kiezen zijn naar elkaar. Hebben we gedaan. Ja, en dan is op een gegeven moment streep eronder en dan is Volendam. Ja, vooruitkijken naar Volendam. Ook weer een lastig tegenstander. Ja, goede ploeg. Ik vond het een van de betere ploegen waar we tegen gespeeld hebben. Tot nu toe vind ik. We verloren pas de laatste minuut. We speelden zelf ook een behoorlijke wedstrijd, maar veel individuele kwaliteit. Ze hebben wel wat problemen. Ik heb ze gisteravond zitten bekijken natuurlijk tegen Eagles. Dan worden ze ook knap, ondanks een aantal mensen missen. Dus ja, wel een mooi potje weer om een leuke ploeg om tegen te voetballen. Ja, want zij zit ook een beetje in een lastige fase. Ze zit in een lastige fase. Vooral veel moeite met scoren. Niet met creëren, maar wel met scoren. Dat deed ze een aantal wedstrijden de das om. Nou, gisteren hadden ze het wat mee. Bij de 1-1 kreeg tegenstander grote kans en uit de counter scoren. En de wedstrijd is min of meer beslist. Zo dicht lag het gisteren bij elkaar. Ja, dat verwacht ik vrijdag ook weer. We zitten in een redelijke fase ondanks de 4-4, maar als je over 4-5 wedstrijden kijkt, dan zit er wel, ook tegen Den Bosch, veel meer beter voetbal in. We moeten zorgen dat we constanter worden. Dus dat is de uitdaging. Ja, en dan wacht eigenlijk een paar dagen daarna weer de volgende uitdaging. Ook een mooi affiche. Ja, zeker. Dus dat zijn twee hele mooie wedstrijden. Met name natuurlijk dinsdag ook heel mooi. We hebben ook wel wat personele problemen. We hebben natuurlijk schorsing. Brennan Otterwil is nog steeds geblesseerd. Dus de vraag of die bij is. Dylan Seijs is geblesseerd geraakt. Dus het is wel wat dun bij ons. Aukot nog langdurig uitschakeld. Nathan Chuaon ook natuurlijk. Dus ja, in de breedte, hè, met name nu een keer om linksbackpositie missen we 3 man, dus dat is wel balen. Maar het zijn wel 2 wedstrijden in korte tijd, maar wel heel mooi. En je merkt ook wel aan de groepen dat ze daar wel naar uitkijken, ja, maar weer. Ja, je hebt een centrale verdediger erbij gekregen. Wat is je eerste indruk? Goed. Vandaag met hem getraind. Gisteren zat hij in een andere groep waar ik niet bij was. En vandaag wel. Frisse gozer. Slim volgens mij, als ik hem zo zie. Hij wil vooruit voetballen, redelijk snel. Dus eerste indruk is positief. Ja, qua fitheid is even afwachten. Hij heeft door omstandigheden natuurlijk heel lang niet gevoetbald. Ook de laatste weken niet veel groepstraining bij Feyenoord onder 21. Die mogen natuurlijk niet in de hele groep trainen. Dus we zijn wel voorzichtig met hem dat we niet zomaar op zeer raken. Maar ik ben blij dat hij erbij is. Ja, dat is eigenlijk een talent dat door Feyenoord naar Rotterdam is gehaald. Wat eigenlijk de dupe is geworden van de omstandigheden. Ja, precies. Zoals veel jongens bij ons niet kunnen voetballen, alleen maar trainen. Toevallig net met Dave van Delft gezeten. Ja, weet je, dat is hartstikke zonde voor dat soort jongens. Kunnen zich daardoor minder ontwikkelen. Nou ja, voor zonde is dat een mooie tussenoplossing. Kan nu hier goede trainingen op groepsniveau. En we zijn niet breed daar, dat weten we. Dus in die zin ben ik ook blij dat hij erbij komt. En we zullen kijken wanneer hij zijn minuten gaat maken.